eerder sprake van, hè? Maar dat bleek niet zo te zijn uiteindelijk. Ja, hoorde ik net van, nee, er zijn geen daders meer gevonden. Eentje, en die heeft zichzelf doodgeschoten. Ja, hoe is maar nou... Maar het is toch wel, Hoe ik vind het heel erg, hoor. Hoe is het nu met u? We wonen hier in de buurt en ik voel me niet veilig. Nee. We hebben wel alarm, we zijn op leeftijd, we hebben alarm. Maar met schieten, daar kan je niet tegenop. En uiteindelijk de vraag, hoe is het nu met u, beantwoordde mevrouw van Bokhoven, dat ze inmiddels een beetje tot rust is gekomen. Zaterdagmiddag, even na 12 uur, winkelcentrum Ridderhof, Alphen aan de Rijn. Een schietpartij, een man die binnenkomt met een mitrailleur in het rond gaat schieten. 6 doden, groot aantal gewonden, van wie een aantal nog maar moet zien of ze dat gaan overleven. Veel mensen die het hebben gezien, ook aan de telefoon eerder Hajar Lemmerset. Ik stond voor de winkel. En het werd allemaal voor de winkel, werden de mensen neergeknald. En dat heb je voor je eigen ogen zien gebeuren? Ja, dat heb ik allemaal gezien. En dus je hebt de dader ook gezien, hè? Ja, de dader die heb ik heel vaak gezien. Ik zag iemand lopen en heel de Ridderhof zat gewoon allemaal te rennen. En één iemand zat daar te lopen. In eerste instantie denk je niet dat iemand echt met een geweer staat te schieten. Ik dacht eerder aan vuurwerk of zo, maar toen zag je echt mensen met bloedende benen en bloed bij de nek. En ja, toen besefte ik het echt dat er echt iets ernstig aan de hand was. Heb je enig idee hoeveel bebloede mensen jij gezien hebt? Uiteindelijk waren het stuk of 8 mensen die echt meegenomen werden door de ambulance. Daar zaten doden bij en gewonden. En de dader, toen hij dat aan het doen was en vervolgens, ja, wat deed hij? Heeft hij zich uit de voeten gemaakt? Wat heb je daarvan gezien? Nee, die zat echt blindelings te schieten. Heen en weer. Hij liep 2 rondjes door het hele winkelcentrum. En waar is hij gebleven toen? Heb je dat nog gezien? Hij is uiteindelijk naar de Albert Heijn gegaan en heeft zichzelf neergeschoten. Ja. Heb je dat gehoord of heb je daar iets van gezien? Ik heb het niet gezien. Ik heb het gehoord. Ja. Wat heb jij gezegd? Want toen ik al die mensen, want er kwamen ook klanten naar binnen en die hadden echt, die waren geschoten. En die lieten die schotwonden ook zien. En toen beseften we echt dat het echt menens was. Hebben we de winkel gesloten, zijn we weggegaan via de achterdeur. Ben ik de kant van de politie opgereden. En toen zijn we weer teruggereden omdat de politie al bij de Ridderhof was. Ja. Toen werd alles afgesloten en toen was die dader al, had hij zichzelf al neergeknald. Ja. Je praat er vrij rustig over nu, maar als je verplaatst in wat gebeurde er toen dat allemaal zich afspeelde voor je? Ja, ik ben nu heel erg afgekoeld. Ik heb meerdere mensen gesproken, ik heb er veel over gepraat. Vandaar dat ik er nu even rustig over kan praten, maar op dat moment wist ik echt niet wat ik moest voelen, weet ik nog steeds niet, hoor. Wat ik moet voelen, wat ik moet denken, het was gewoon zo erg. Een collega van ons is ook, die is ook neergeschoten, die is ook overleden. Dus dat is allemaal, het is heel heftig.